Ik was een aantal dagen geleden een soort van miniserie gestart op mijn kanaal. Namelijk met Ajax de Champions League winnen. Oftewel met Ajax de Champions League overnieuw doen. Want dit is zeg maar het Champions League seizoen van afgelopen seizoen. Met Liverpool, Atalanta en Midtjylland in de pool. En we gaan dus eens kijken of ik nu met Ajax wel door kan komen. Ik hoop het wel. Ik denk het wel. Want we hebben nu 3 wedstrijden gespeeld. 2 keer gewonnen, tegen Liverpool hebben we helaas verloren. Dus Liverpool gaat waarschijnlijk eerste worden. Maar als ik nu tegen Midtjylland win en tegen Atalanta, zijn we sowieso door naar de volgende ronde. Dus die 2 wedstrijden moet ik winnen. En als ik dan tegen Liverpool ook nog win, kan ik misschien nog eerste worden. Maar hey, daar gaan we deze aflevering achter komen of we doorgaan naar de volgende ronde. En ik zag ook vet veel leuke comments onder de vorige video van deze serie. Bijvoorbeeld geinige Gabberies. Moet je vaker doen. Fantastische serie. Altijd leuk om te zien dat soort comments. En deze was van Jesse. Die zei dit. Dit blijft superleuk. Nou, top. Dus we gaan deze miniserie natuurlijk gewoon voortzetten. Ook hadden jullie het niet leuk gevonden, had ik het ook. Het is natuurlijk wel handig als jullie de video's ook leuk vinden die ik maak. Maar ja, gelukkig was dat zo. Maar we gaan natuurlijk gewoon lekker spelen. En als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen. Zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's en doe je mij gewoon een grote blij mee. Weet je, om door dat abonneerknopje te smashen. Maar laten we nu maar gaan beginnen tegen Midtjylland. Die moet ik echt sowieso winnen. Dit moet echt gewoon 10-0. Nee, met 2-0 ben ik ook tevreden. Met 1-0 ook. Gewoon 3 punten ben ik tevreden. Nou, hier gaan we al. Dit is al meteen een grote kans aan het begin van de wedstrijd. En die zit daar ook meteen in. Lekker hoor, kijk, veel beter dan dit kan je niet beginnen. Klaassen, OP. Die wedstrijd met de Nederlandse elftal. Wajo, wat een baas was dat. Hij is zo goed bezig de laatste tijd. Nou, en dus ook bij Ajax. En ook gewoon hier in FIFA. Neres op de brommen. Nu nog een goede voorzet. Dat is een prima voorzet. Klaassen die kopte hem alleen helaas naast. Maar nee, dat was helemaal geen Klaassen. Dat was Anthony. Ze zeiden allebei blond. Dat wel. Hier gaan we weer. Dit kan iets worden. We moeten het alleen nog even uitspelen. Hier paasje voor. Oh, dat scheelt helemaal niks. Maar hij zit erin. 2-0 voor rust. Dat is toch even lekker meegenomen. Nu Haller met de goal. Die schoot hij trouwens nog bijna naast. Of volgens mij ging die via een speler. We kunnen wel even gaan kijken. Want hier kwam die voorzet. Hoe ging die bal erin? Ja, volgens mij via de keeper of via die verdediger. Hij zat in ieder geval knijterhard erin. Of via de voet van die verdediger onderkant laat. Haha, ziekelijk. Maakt niet uit. Hij zit, hij telt en daar gaat het om. Anthony op de brommet. Hij rent er zo langs. Even een tikje terug. En dat was niet helemaal de goede tikje terug. Hij kan nog steeds zitten. Oh, oké, dat was weer een beste kans. Ik denk dat we niet met de 3-0 gaan scoren voor rust. Of hij moet uit deze corner gaan zitten. Maar dat gaat nu nog niet gebeuren. Weet je wat? Ik ga eens met van afstand schieten. Ah, toch maar niet. Of we moeten nu de bal er goed voor krijgen. Oké, dit was een beetje shit. Nou, en de scheidsfluit nu ook af voor rust. We staan 2-0 voor, dus dat is dikke prima. Totaal nog geen problemen gehad. We hebben volgens mij een corner tegengekregen en daar hield het ook ongeveer al op. Liverpool kan ik nog niet zien, maar die speelt natuurlijk op dit moment ook. Ik ben benieuwd wat die hebben gedaan. Qua kansen kan je dat nog zien, wedstrijdoverzicht. Midtjylland 1 schot. Ik heb 6 schoten. Ze hebben wel meer balbezit. Dat is wel bizar. Maar we staan 2-0 voor. Dus dat is helemaal prima. Op naar de tweede helft. No! Neres is geblesseerd. Wat? Oh, dit is wel echt heel shit. Ik hoop niet dat hij dan de rest van de Champions League ook geblesseerd is. Want dat is wel een van mijn belangrijkere spelers. Ja, ik heb Idrissi, maar die is toch wel iets minder dan Neres. Dus dat is shit. Nou ja, Idrissi, ik zet hem er gewoon in. Die is iets... Ja, het valt op zich ook wel weer mee. Idrissi is in ieder geval nog wel snel. Schiet de paas heeft hij wel redelijk. Maar wel behalen dat Neres geblesseerd is. Ik hoop dat zijn blessure meevalt. Nou, hoge paas naar Idrissi. Het zou wel baas zijn als hij nog een keer kan scoren. Was dat buitenspel? Was het geen buitenspel? Mooi, joh. Dat was echt een zieke paas. En ook ziek afgerond trouwens. Dat was wel echt heel nice. De invaller doet het gewoon. 3-0 tegen Midtjylland. Nou, dit kan niet meer fout gaan. Nou ben ik wel benieuwd wie eigenlijk nou die paas gaf. Dan weet ik niet helemaal zeker wie dat was. Maar dat was wel echt een schitterende paas. Heerlijk aangenomen, mooi afgerond.
Prachtgoal, prachtgoal. Nou, ik denk dat het bij de 3-0 gaat blijven. Dan moet ik deze aanval nog wel eventjes overleven. Dat doe ik niet. Nee. Oké, het wordt 3-1. Nog steeds prima uitslag. Weet je, vooraf had ik sowieso getekend voor 3-1. Want ik zei nog, de 3 punten zijn de belangrijkste. En zodra ik gewoon win, dan vind ik het helemaal prima. Maar ja, 3-0 staat toch net iets mooier dan 3-1. Nou ja, ik gun Midtjylland ook nog een goal. En dan gaan we deze wedstrijd gewoon even rustig uittikken. Gewoon even de tijd vol zitten. En top. Oké, de scheids heeft afgeloten. 3-1 gewonnen. Niet super, super uiteindelijk. Beetje jammer dat Midtjylland nog heeft gescoord. Maar prima wedstrijd. Dit was ook een mooie combinatie hoor. Dat was voor de eerste goal. Klaassen die hem even boom, knettergat binnen schiet. Maar ik ben benieuwd wat Liverpool heeft gedaan. Ik denk dat die wel hebben gewonnen tegen Atalanta. Ga ik vanuit. En als dat zo is, dan sta ik er heel goed voor. Want Atalanta staat al 6 punten onder mij. Dus die moet dan de komende 2 wedstrijden winnen. Met andere woorden, een gelijk spel. Dan ben ik sowieso al door. Als ik verlies, ben ik waarschijnlijk ook nog door. Maar dan is de kans net iets kleiner. En inderdaad heeft Liverpool gewonnen. Dus Liverpool 12, ik 9, Atalanta 3. Hoeveel heeft Liverpool gewonnen? 3-0 van Atalanta. Liverpool heeft een doelsaldo van plus 12. 12 goals voor, 1 doelpunt tegen. Ik heb 8 gescoord, 3 tegen. Op zich vind ik het wel een realistische tussenstand op deze manier. Maar laten we nu gaan spelen tegen Atalanta. Als we winnen, zijn we dus door. Dat is wel echt heel lekker. En dan is die laatste wedstrijd tegen Liverpool voor de eerste plek. Oh, ik heb een onbeschikbare speler. Dat is natuurlijk Neres die geblesseerd is geraakt. Ik wou gaan spelen, maar dat kon niet. Want Neres is geblesseerd. Hoe lang is zo iemand dan geblesseerd? Kan je dat ergens zien? Ik heb geen idee waar je dat kan zien. Maar ik moet in ieder geval Idrissi daar nu neerzetten. En Neres moet er dus helaas uit. Is een beetje balen, maar is niet anders. Hoop ik dat hij voor de volgende ronde, zeg maar, voor na de groepsfase wel weer fit is. Want Neres is wel even een chille speler om erbij te hebben. Nee. Oh nee, oh shit, oké. 17e minuten gespeeld. We staan 1-0 achter. Dit had ik niet echt zien aankomen. In één keer plaatsen ze zo tussendoor. Dit was wel knap uitgespeeld om eerlijk te zijn. Nou liep ik misschien ook niet helemaal goed, maar ook ziek afgerond. Zo'n heerlijk lopje eroverheen. Oké, dit mag mij niet gebeuren. Gelijkspel is echt het minimale wat we hier moeten halen. Nou, misschien Anthony meteen in de volgende counter. Oh, dat scheelde niks. Dat scheelde niks. Bijna al de 1-1. Trouwens, mochten we deze verliezen, dan is gelijkspel tegen Liverpool ook al genoeg. En dit was wel een redelijke kopkant. Maar het is niet zo dat als we deze verliezen dat we eruit liggen. Maar het is toch even chill als we dit minimaal gelijk spelen. Dan weten we zeker dat we door zijn. En anders is het nog een beetje onzeker, zeg maar. En dat, daar wordt helemaal niemand gelukkig van. Nou, het is rust. We staan dus nog steeds 1-0 achter. We staan in ieder geval niet meer dan 1-0 achter. Dat is dan het enige lichtpuntje. Qua kansen heb ik sowieso veel minder gehad. Dat kan niet anders. Ik heb 1 schot gehad op goal. Mijn tegenstander 5 en 7 schoten in totaal. Veel minder balbezit. Oké, tweede helft even geconcentreerd spelen. Zorgen dat we in ieder geval de gelijkmaker gaan maken. En misschien ook iets meer op balbezit spelen. Want ik ging nu gewoon de hele tijd in de aanval meteen. En niet echt op balbezit. Waardoor je ook niet de grootste kans krijgt. Dus ik ga nu iets meer rustig spelen. Nee. Nee, 2-0 achter. Oké, dit is echt heel shit. Dit ga ik waarschijnlijk nu niet meer goed maken. Gewoon lekker rustig spelen. Maar ja, Atalanta blijft best wel goed spelen. Check dan ook wat, hoe ziek afgerond dit, jongen. Dat is echt niet normaal. Nou, hier, Klaassen. Zou dit meteen een goal zijn? Nee. Jongen, vorige wedstrijd lukte alles. Nu lukt helemaal niks. Maar we hebben nog wel de bal. Het is hier alleen veel te druk. Het is hier veel te druk, jongen. Oké, voor de laatste 20 minuten ga ik even nog wat wissels doen. Haller, die haal ik er even uit. Dan zet ik Brobby erin. Ja, had ik nu maar Neres. Maar ja, die heb ik helaas niet. Maar Brobby erin. En dan doe ik Kudus ook nog even op het middenveld. Nou, Klaassen wil ik erin halen. Ik doe wel even zo. Waarom staat Tadic nu daar? Omdat ik aanvallend ben gaan spelen. Dan verandert hij altijd de opstelling. Dat is nooit echt handig. Maar hey, prima. Dan gaan we zo spelen. Oké, hopelijk gaat dan die paar wissels toch nog een beetje het verschil maken. Maar ja, niet als ze meteen scoren. Ah, jongen. Ik drukte net op start en toen precies kreeg ik... Ah, joh. Anders had ik het misschien nog iets beter kunnen verdedigen. Nu was het, ik drukte van start weg en in één keer bats die paas en goal. Oké, nee, laat maar. Die wissels gaan niet meer het verschil brengen. Nou, Idrissi nu harde lage voorzet. Brobby. Oké, nice. Dat is toch nog even de 3-1. Want ik weet namelijk niet of onderling resultaat geldt. Of dat het, zeg maar, telt. De doelsaldo telt. In beide gevallen is een goal extra zeker niet verkeerd. Nog een goal extra zou nog beter zijn, eigenlijk.
Nee, nog een goal gaat hem niet meer worden. We hebben nu nog een corner tegen in de 93ste minuut. Maar het is al eigenlijk van tijd. Oeh, dat scheelde niks. Of die zat er ook nog in. De scheids gaat nu afluiten en inderdaad 3-1 verloren. Oh, dit is helemaal niet om te lachen. Dit is echt heel ernstig. Oké, dit betekent dat we de volgende wedstrijd tegen Liverpool dus moeten gelijk spelen. Want ik weet niet of onderling resultaat geldt of dat de doelpunten saldo telt. Qua doelpunten saldo staan we denk ik nog wel iets voor. Maar ja, we gaan het even zien hoe we ervoor staan. Liverpool heeft dus inderdaad weer gewonnen. Ik heb het doelpunten saldo van 9 en Atalanta van 6. Maar ik moet nu tegen Liverpool en Atalanta moet tegen Midtjylland, die ze waarschijnlijk wel gaan winnen. Dus dit is wel even shit. En stel ik verlies 2-0 en Atalanta wint 2-0, dan hebben ze een betere doelsaldo. Oh, ik moet de komende wedstrijd tegen Liverpool heel goed gaan spelen. Daar komt het op neer. Nu ben ik benieuwd of Neres weer fit is. Dat zal wel even nice zijn. Nee, die is nog steeds niet fit. Ik denk dat ik die ook de komende tijd niet meer kan gebruiken. Dat is wel even heel erg balen. Maar laten we maar gaan spelen. En hopelijk gaat het toch nog goed komen. Oh, joh. Dit is echt onnodig spannend in één keer. Oh, goede paas. Oké, naar Idrissi. Aan de andere kant loopt Anthony vrij. Dus daar die bal heen. Die komt er net niet bij. Oké, was in ieder geval een redelijke kans. Als ik nu even snel op 1-0 kom, dat scheelt al zo ontiegelijk veel. Ja, dat scheelt heel veel. Was dit buitenspel? Geen buitenspel. Oh, de donders, die was wel slecht ingekopt. Nou, het is rust. Ik ben benieuwd hoeveel Atalanta staat. Kan je dat hier nu zien? Nee, ook wel. Atalanta staat 1-0 voor. Oh shit, oké, dat is een beetje balen. Dus die winnen waarschijnlijk wel. Dus gelijkspel is echt het minimale wat ik nu moet halen. De druk wordt even opgevoerd. Nou hier, oh, dit is goed gespeeld. Nu het schot en die zit. Oh, nice. Oeh, we staan 1-0 voor tegen Liverpool. We hebben eigenlijk nog geen kans gehad. Maar ja, Klaassen maakt hem natuurlijk wel af. Jongen, Klaassen, OP. Oh, dit scheelde helemaal niks. Als we nu een goal tegen hadden gekregen, dan hadden we waarschijnlijk gewoon uit de Champions League gelegen. Dus hier ben ik wel echt heel blij mee. Oh, dit is echt nice. Ik zag de ruimte al en die heb ik nu ook. Dit kan de 2-0 worden. Dit kan de 2-0 worden. Anthony, die moet hem afmaken en dat doet hij ook. Hoppatee, oké, dit gaat goed komen. We winnen gewoon 2-0 thuis tegen Liverpool. Want wat een verschil met de vorige wedstrijd tegen Atalanta. Die wedstrijd lukte helemaal niks. En nu kom ik er toch een paar keer eventjes goed door. Dat is toch wel heel chill. Dus dan zijn we toch nog door naar de volgende ronde. Dan ben ik trouwens benieuwd tegen wie ik moet in de volgende ronde. Want daar gaan we natuurlijk zo meteen ook achter komen. Oh, nee, dat was echt stom. Oké, dit is totaal mijn fout. 2-1, nou ja, maakt ook niet zo heel veel meer uit, want het is al de 90ste minuut, maar het wel zonde. 2-0 was toch even een stuk beter. Tegen Atalanta ook weer zo'n goal tegen, daar moet ik wel even afleren, want dat gaan we natuurlijk in de volgende rondes wel echt een probleem worden als we dat ook hebben. Maar prima, we hebben gewonnen, want de scheids fluit nu inderdaad af. Helemaal top. Volgens mij, die zin die ik net zei, daar klopt helemaal niks van. Maar hey, jullie snappen wat ik bedoel. Af en toe, jongen, dan van die zinnen, dan denk ik echt, hoe dan? Ook als ik later terug mijn video monteer, dan denk ik, hoe kan ik dit zo hebben gezegd? Maar ja, dan is het al te laat. Dan heb ik het al gezegd. En dan maakt het ook niet meer zoveel uit. Qua kansen, onterecht dat ik heb gewonnen. Maar ja, dat boeit me helemaal niks. We zijn door. Dan ben ik trouwens benieuwd wat Atalanta heeft gedaan. Daar komen we zo meteen achter. Maar nu komen we er ook achter wie mijn volgende tegenstander gaat worden. Ik ben benieuwd. En mijn volgende tegenstander is Juventus. Nee. Oké, dat is wel echt shit. Oké, maar ja, we doen er weinig tegen. Atalanta, kan je dan nog ergens zien? Stand. Ja, dat kan je wel bij stand zien van alle groepen. Maar dit zijn trouwens de teams bij de laatste 16. Ik moet tegen Juventus. Dat heb je Olympique Marseille, volgens mij tegen Sevilla, Atletico Madrid tegen Liverpool, Barcelona tegen Leipzig. En United, Brugge, wel lijkt dat Brugge gewoon door is. Voor de rest gewoon allemaal grote teams. Dortmund stond derde, maar die is uiteindelijk toch doorgegaan. We gaan even de groepen bij langs. Bayern, Atletico dus. Even de teams die weg zijn gevallen. Porto, die stond volgens mij eerst derde, tweede. Die is op doelpunten is die derde geworden. Dus dat is wel lullig. Atalanta had inderdaad gewoon gewonnen. Dus dat is duidelijk. Chelsea, Sevilla, Dortmund. Oh, Lazio. Ik had echt verwacht dat Brugge hier gewoon laatste zou worden. Nou, dit is logisch. Juventus en Barcelona. En dan Manchester United. PSG er gewoon uit. Dat is wel echt ziek. Lekker voor ze. Oké, de volgende aflevering krijgen jullie de wedstrijd te zien tegen Juventus. Gaan we eens kijken of we dat misschien kunnen winnen. Sterling al gewoon 10 keer gescoord. Bizar. En niemand van Ajax staat ertussen.
Oh jawel, hier. Haller, die heeft 3 punten gescoord. Dat 3 doelpunten, toch wel iets. Oké, maar hey, dat was dit voor deze aflevering. Volgende aflevering krijgen jullie dus de wedstrijden te zien in de volgende ronde. En gaan we kijken of we naar de kwartfinale kunnen komen. Maar hey, dat is in de volgende aflevering. Dat was dit voor deze aflevering. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!